Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik eindelijk weer een Action Shop vlog voor jullie. Het is echt alweer een poosje geleden dat ik een Action Shop vlog heb gedaan. Maar ik weet dat jullie het altijd super leuk vinden als ik spullen bij de Action koop en met jullie deel. Dus vandaar ik deze keer weer super leuke items heb om met jullie te delen. Ik had echt 2 grote shoppertassen. Ik heb alles eventjes in 1 zak gegooid. Omdat ik gisteren boodschap had gedaan en ik had een boodschappentas nodig. Dus alles heb ik even in 1 tas gepropt. Ik ben dus 2 keer naar de Action toegegaan. En ik ga gewoon lekker beginnen met mijn items. Ik heb spullen voor mezelf gekocht. Maar ik heb ook spullen voor mijn zoontje gekocht. Ik ga gewoon lekker beginnen. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Doe alvast een dikke duim omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren op. Nou, het allereerste item is dit item. Een gouden beker. Met een glittertje erin. Het rietje gooi ik altijd weg. Want ik heb gewoon mijn eigen rietjes thuis. Voor de mensen die me wat langer volgen. Jullie weten dat ik echt. Ik hou echt van dit soort bekers. Omdat het gewoon makkelijk is. Gooit van alles erin. Het is nu zomer. Lekker ijsklontjes. Je water. Je citroen. Je munt. En oh, I love it. Normaal gesproken zou ik nu ook lekker een beker met water drinken. Maar dat heb ik niet. I don't know why. Maar goed, anyway. Deze beker heb ik dus gescoord. Ja, ik vond het gouden wel super leuk. En ik had nog geen goud bekertje. Dus deze heb ik dus gescoord. Deze beker heb ik gekocht voor €1,99. En vervolgens heb ik nog een drinkbeker gehaald. En dit is niet zomaar een drinkbeker. Dit is een RVS beker die je drinken ook echt koud houdt. Deze bekers zijn gewoon lekker chill voor in de, ja, voor in de winter. Ook gewoon in de zomer met ijsklontjes. Maar stel dat je bijvoorbeeld een autorit gaat maken en je wilt gewoon lekker koud drinken. Meenemen. Je wilt niet uit een blikje drinken, dan kan je dit super handig meenemen in de auto. En het blijft lekker koud. Dus ja, hier ben ik super benieuwd naar. Ik hoop dat het werkt. Ik denk het wel. En hij is ook helemaal niet duur. Deze beker is €2,99. Daarvoor kon ik hem gewoon niet laten liggen. Deze beker ziet er zo uit. Gewoon zo'n simpele RVS beker. En toen kwam ik ook deze slippers tegen. Deze. Dit zijn gewoon van die hele simpele slippers. Deze slippers kocht ik eigenlijk altijd bij de Big Bazaar. Dit soort slippers. Want deze lopen gewoon echt lekker. Dit zijn echt een van de lekkerste slippers ever. Zijn niet mooi of zo, maar ze lopen echt heerlijk. En ja. Dit draag je gewoon lekker als je naar de winkel gaat. Of in je tuin, op je balkon. Als je gewoon even snel de deur uitgaat, dan draag je gewoon dit soort slippers. Geen spannende slippers, gewoon dit soort slippers heb je altijd nodig in je huis. Althans, ik wel. Deze slippers waren, even kijken, €1,99. Dus normaal, volgens mij koop ik ze altijd voor €3 of voor €4 bij de Big Boy. Ja, volgens mij koop ik ze altijd voor €3. En deze zijn €1 goedkoper. En ja, dat zacht roze vond ik wel super cute. Dus ja, ik dacht, deze ga ik gewoon meenemen. Kijken of ze net zo lekker lopen als die van Big Bazaar. En zo ja, koop ik nog ook even een ander kleurtje. Want ja, deze dingen zijn gewoon echt altijd nodig. Maar op een of andere manier komt er altijd bezoek of Mijn slippers verdwijnen altijd. Ik vind dat zo raar. Gewoon verdwijnen slippers uit mijn huis. Veel kan verdwijnen, maar slippers? Mensen nemen mijn slippers echt mee. Ik weet niet. Oh, dit soort slippers laat ik ook altijd in de kofferbak. Wanneer je bijvoorbeeld uit bent gegaan en de hele nacht op hak hebt gelopen en daarna deze aandoet. Life. Echt waar, gaat echt een wereld voor je open. Ik zag niet alleen slippers voor mezelf. Ik zag ook van dit soort super coole crocs. Ik vond het echt jammer dat ze deze niet in mijn maat hadden. Dit zijn echt kinder crocs. Die heb ik voor mijn zoontje gehaald. Kijk even hoe cute deze zijn. Deze zijn toch te schattig. Ik vind deze echt helemaal leuk. Mijn zoontje kan ook niet wachten om ze aan te doen. Dus nu kan hij ze eindelijk aan.
Dit was volgens mij het allerduurste item dat ik gekocht heb. Deze Crocs zijn €9,95. Het is nog steeds goedkoper dan als je ze koopt bij een Crocs winkel. Daar ga je volgens mij het dubbele betalen of misschien zelfs wel 3 keer zoveel. En ja, ik vond deze kleur gewoon super cute. Dus ik dacht, meenemen. En vervolgens heb ik nog iets voor mijn zoontje gehaald. Deze Baby Shark bowling set. Kijk even hoe leuk. Mijn zoontje was een tijdje helemaal fan van Baby Shark. Ik kwam dit tegen en ik dacht, ja, dit is wel gewoon leuk om mee te spelen. Dus dacht ik, laat me dit maar gewoon halen. Maar dit was dan ook echt het allerlaatste item van Baby Shark dat ik voor hem gekocht heb. Want het zit me eigenlijk helemaal hier. Maar ik weet dat hij dit super leuk gaat vinden. En het leek me wel leuk dat hij alvast een beetje kan oefenen voor als we een keertje echt gaan bowlen. Dus ja, ik vond het wel super leuk. Even kijken. Dit setje is €4,99. En vervolgens heb ik een super leuk waterpistool voor hem gehaald. Hij is nu namelijk overgestapt naar Paw Patrol. Dat vindt hij helemaal amazing. Dus kwam ik dit tegen en dacht ik, nee, deze moet ik echt voor hem halen. Namelijk dit waterpistool. Super handig. Kijk, zo werkt het. Je zet gewoon het water op zijn rug. En want ik denk als hij met zo'n groot pistool gaat lopen dat het te zwaar voor hem gaat zijn. En nu zit het water op zijn rug en dan kan hij gewoon met dit schieten. Dus dat leek me wel super leuk. Ik hoop dat het binnenkort weer een beetje mooi weer is zodat hij hier gebruik van kan maken. En dit waterpistool is €6,95. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh ja. En vervolgens kwam ik ook dit tegen. Een 3-pack boxers. Ook van Paw Patrol. Super leuk. Dit pak is €4,99. Vervolgens heb ik ook wat schoonmaakspulletjes gehaald. Ik heb deze multi rubberen handschoenen gehaald. Ik heb daar 4 pakken van gekocht. Ik had er 5 gekocht. Ik heb al 1 setje gebruikt. Ik moet alleen wel vertellen, die van de Albert Heijn, die zijn toch wel ietsjes fijn. Ik heb een medium gekocht, maar die medium zit best wel strak. Het voelt niet aan als een medium. Ik ben gewend op dat ik altijd medium heb, omdat ik best wel lange vingers heb. En ook neppe nagels heb, dus een S past me nooit. Een medium zit altijd goed, maar deze van de Action, die zitten gewoon best wel strak. En dat ben ik. Het kan ook zijn dat mijn vingers wat dikker zijn. Doordat ik natuurlijk zwanger ben. Dat kan ook. Maar nog steeds zitten die van de Albert Heijn echt perfect. En deze wat minder. Dus ik denk dat ik elletjes moet gaan proberen. Ze werken voor de rest gewoon prima hoor. Maar alleen ze zitten gewoon wat minder lekker. Dat is het enige verschil. Handschoenen. Deze zijn 46 cent per stuk. Dus dat is echt wel een paar cent. Ja, het scheelt maar een paar cent. Maar alsnog. Het is wel wat goedkoper dan bij de Albert Heijn. Maar ik ga ze allemaal gewoon gebruiken. Want ze doen gewoon wat ze moeten doen. Even kijken. Wat heb ik nog meer gehaald? Ik heb ook dikke bleek gehaald. En dan eucalyptus. Deze. Ik haal in principe altijd Glorix Bleek. Maar ik hou echt van eucalyptus. Dus ik dacht van, laat me deze even proberen. En het was ook echt totaal niet duur. Zo'n fles bleek kost maar 77 cent. En vervolgens heb ik iets gehaald. Ik ga eigenlijk in principe altijd naar de Action alleen voor dit. Ik ging ook alleen voor dit item. Uiteindelijk ben ik met al deze spullen thuis gekomen. Ik ben dus echt heel erg fan van deze trekbandzakken van de Action. Eigenlijk was ik echt fan van die transparante zakken. Maar die zijn helemaal eruit. Nobody knows why. Dus nu koop ik deze al, ik denk, een klein half jaar. Want die transparanten zijn er gewoon helemaal uit. Wat ik super jammer vind. Maar ja, deze zijn exact hetzelfde. De enige, deze hebben een
lavendelgeurtje. Het enige dingetje is, ik ben helemaal geen lavendelgeur liefhebber. Het is niet mijn geur. En het ruikt wel heel sterk naar lavendel. Maar nu deze er alleen maar zijn, ben ik een beetje eraan gewend geraakt. Dus ik moet mijn afval scheiden. Dus ik vind het fijn om mijn plastic hierin te scheiden. Deze koop ik nu al een tijdje en ik ben er gewoon heel erg tevreden mee. Alleen zie ik nu dus ook dat ook deze langzaam eruit gaan volgens mij. Want steeds als ik naar de Action ga, er zijn nog maar 4 pakken of 5 pakken. Dus dan voel ik me echt genoodzaakt om dit te doen. Ik ga het weer helemaal nergens over. Ik gun ieder trekbandzak hoor. Maar ja, toen ik die klap in mijn gezicht kreeg dat die transparanten eruit gingen. Nou, ik vond dat zo erg. Dat heeft me echt geraakt. Dus ja, ik heb super veel ingeslagen. En dit is niet eens alles. Ik heb ook al een paar in de keukenla. Boven en een paar zijn ook in mijn schoonmaakkast. Want ik wil gewoon niet meer tekort komen aan mijn trekbandzakken. Want ik ben nu eindelijk weer gewend aan iets. En ik haat het gewoon als ik andere alternatieven moet zoeken. Ik hou daar echt niet van. Ik hou gewoon van vastigheid of zo. Ik kan er echt niet tegen. Ik kan er echt niet tegen als ik weer op zoek moet naar iets anders. Zeg maar als iets gewoon perfect is. Maar goed, ik ga eventjes kijken wat de prijs is van deze zakken. Nou, deze zakken zijn €1,49 per stuk. En er zitten 15 zakken in. Mijn tante Naomi, die koopt deze altijd. En ze zei van, je moet deze gewoon proberen. Ik gebruik ze al jaren. Dus ik ben door haar overgestapt naar deze. En ik ben hier nu gewoon ook fan van. Thank you, tante Naomi. Even kijken. Vervolgens heb ik ook deze badcreme gehaald. Jongens, als je een keer naar de Action gaat, dit verkopen ze ook in de supermarkt. Maar in de supermarkt ga je gewoon 2 keer zoveel betalen. Als je een keer naar de Action gaat, koop dit of ruik dit. En kom weer terug naar deze video. And thank me for this. Dit ruikt zo lekker. Als ik douche. Ik ga zo meteen lekker een douche nemen. Als ik dit gebruik, de hele douche ruikt hier gewoon naar. Je hele lichaam ruikt hiernaar. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van een badcreme. Maar dit ruikt zo amazing. Deze geur van Nivea Care & Diamond. Het is echt niet normaal die geur. Dit is echt mijn favoriete badschuim ever. Rituals is ook super fijn. Ik ben ook echt een Rituals fan. Maar dit, hier, dit zal je altijd in mijn huis vinden. Dit is gewoon echt een van de beste badverzorging ever. Serieus, zonder grap. Dus vandaar ik hier ook 1, 2, 3, 4 van heb gehaald. Want de laatste tijd ga ik niet heel vaak meer naar de Action. Dus als ik ga, dan koop ik mijn dingen gewoon lekker op voorraad. Zodat ik het gewoon lekker in huis heb. Deze badschuim is €2,96 per stuk. Dus dat is absoluut niet duur voor Nivea badverzorging. Er zit 750 milliliter product in. En dat is gewoon bijna een liter. Dus dat is echt superveel. Ja, dus dat. Ruik dit alsjeblieft een keer. Alsjeblieft dit. Dit is echt super fijn en het ruikt. Oh. Hier moeten ze eigenlijk echt ook een body lotion van maken. Dat zou echt helemaal perfect zijn. Maar goed, we gaan nu over naar het allerlaatste item. En ik zie dat het laatste item helemaal geplet is. En dat vind ik echt heel erg. Ik ga het sowieso gewoon eten, daar niet van. Maar het voelt wel een beetje geplet aan. Maar goed, maakt verder niet uit. Dat zijn deze Rotolino Milk Cream Filling Snacks. Jongens, dit is ook echt zo lekker. Ik hou echt van dit soort cakejes en dingetjes. Dit is echt heel lekker.
Hier zitten dan 6 van die mini cakejes in. En ik had het gewoon een keertje gekocht. Omdat ik, ja, het zag gewoon lekker uit. En ik was gewoon verliefd. Zo lekker. Meestal koop ik die koekjes van Albert Heijn. Maar ja, ik had gewoon zin in iets lekkers. En ik kocht deze. En ik dacht echt, oh my god. Echt heel lekker. En zo'n zak met Rotolino's kost 99 cent. Dus dat is het proberen zeker waard. Nou jongens, dit was inmiddels alweer het allerlaatste item dat ik met jullie wil delen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik heel graag te zien in mijn volgende video. Doeg!